Goedemorgen Maggie, het is hier Limburg vanuit Orléans. Zeer goed zicht, matige tot krachtige noordoostenwind. Dag. Voilà, lossen om 7 uur. Carlo, met Rudy Hendricks. Weet je al iets? Laat je mij iets weten, Carlo. Goed, Jan. Doe ik. Yo. Merci, Carlo. Dag. Yo. Nog niks. Nog minstens 20 minuten, half uur, want op de kortste afstand is nog altijd niks thuis. Dus Sint-Truiden en zo, die spelen 20 kilometer korter. Hè. Dus als daar iets is, is het nog voor ons een kwartier 20 minuiten. En dus daar is nog altijd geen duik. Hier is het zwaar bewolkt met felle wind op kop. Maar natuurlijk, ze vliegen het grootste gedeelte in Frankrijk. En daar is het warm, hè. Daar is het 27 graden. En ook wind op kop. Dus ja, het zal een zware dobber worden. Your obsession gets you known throughout the school for being strange, making life-size models of the velvet underground in play. Wacht, hier is nog één. Daar zit je eentje die redelijk moe zit, maar zeker die vroege duiven, nee, die zijn eigenlijk nog niet echt, zien er nog niet echt moe uit, nee. Je ziet hier dat die al direct het hof aan het maken zijn. Meestal als ze binnenkomen is toch wel het eerste wat ze gaan doen is drinken. En als ze wat gedronken hebben en een paar minuutjes gerecupereerd, dan gaan ze de eerste korreltjes eten. Dit is ons eerste duifje van vandaag. Het duifje heeft eigenlijk wel een heel sterke prestatie geleverd. Het is ook eigenlijk nog niet moe. En van de TVL-duifjes is er eentje binnen op dit moment. En de andere die zijn nog aan het zoeken. En ja, het is eigenlijk een kwestie van ze nu goed weer terug te verzorgen. Zodat ze weer door kunnen naar de volgende vluchten eigenlijk. Hè.